Welkom in Tielt voor de 40ste uitgave van de TAC Rally. Tegelijk de tweede manche van de editie 2013 van het BFO Belgian Rally Championship. Dit is de man met de nummer 1 in Tielt, Tim van Parijs, met zijn immer spectaculaire Porsche. Het is heel koud daar in Tielt, amper 3, 4 graden. En dat betekent natuurlijk dat de banden moeilijk op temperatuur komen. We rijden even mee met Tim van Parijs. Heel snel parcours daar in Tielt. Dit is de nummer 2 en de nummer 1 in het kampioenschap, Freddy Loix. En die wil net doen als in Haspengouw hier de rally winnen. Links af voor. En 100. Even links. Om rechts 130 diep couperen. En rechts af voor. 300. 300. Rechts lang couperen. Om. Links af voor. En 100. Even links. Om rechts 130 diep couperen. En rechts af voor. 300. Deze morgen op de eerste proef ging het dadelijk zeer goed. Goed ritme, geen fouten en de wagen voelde goed aan. En, ik moet zeggen, ik was verrast dat ik dadelijk 15 seconden sneller was dan de rest. En voor de rest hebben we eigenlijk zo wat hetzelfde ritme gereden. Wat opgepast waar het er gevaarlijk bij ligt en perfect. Man nummer 3, David Bonjean met de Fabia WRC. Helemaal gereviseerd deze wagen. Maar Bonjean lijkt er nog niet alles te kunnen uithalen. Na de eerste lus pas op de vierde plaats, Bonjean. Dit was de aangename verrassing van de rally van Haspengouw. Bert Cornelis miste daar net het podium, maar wil hier in Tielt beter doen. En na de eerste lus lijkt hij daar ook in te slagen met zijn Subaru Impreza WRC. Voorlopig dus op een derde plaats. Slechts op een handvol seconden van de tweede plaats. Die tweede plaats die is aan handen van deze man. Al 30 keer stond hij hier aan de start. 30 keer op 40. Dus Polle Litaar, die kent het parcours op zijn duimpje. Won hier ook al 8 keer. Voorlopig toch 40 seconden achterstand op Freddy Loix. Hoe is het gevoel? Ja, dus zeggen, het marcheert goed. We hebben juist enkele problemen met de power shift, dus die blijft nu en dan aanstaan. En ik denk dat we daardoor een 20 secondjes hebben laten liggen. Maar ja, nu gaan we dus de power shift afschakelen. Dus dat die niet meer marcheert, dat de wagen niet meer rateert. Want dat is natuurlijk het grootste probleem. En ik denk van nu de tweede omloop, dus we zijn een beetje parcours gewend en van toch een beetje bij te steken dat we toch iets kunnen uitlopen op de dichtste achtervolgers. Dat is het grote doel voor Polle Litaar, de kloof met de rijders achter hem vergroten. Dit was Chris Prinsen, niet zo goed gestart in de eerste proef. De andere proeven waren goed, altijd beter en beter, vooral 3 en 4 waren goed. Het is ook natuurlijk, ik had echt geen meter meer gereden met de auto sinds Haspengouw, dus oké. De eerste KP was weer even erin komen. Maar toch, ik was eigenlijk niet wakker. En nu is het goed, want het vertrouwen in de auto is er nu. En hij gaat ook goed. Ik mag zeker niet klagen. Op de zevende plaats Chris Prinsen na de eerste lus. Chris van Hoensel met zijn BMW. Ook hij had wat kleine technische probleempjes. Zit voorlopig niet in de top 10. Pas 14e na de eerste lus. Vincent Verschuren, gebrand om de Super 2000 categorie te winnen. En dat wordt geen kleine opgave hier in Tielt, want er staan een paar kleppers aan de start. Verschuren, na de eerste lus, wel leider in die Super 2000 klasse. Heeft zo'n minuut achterstand op Loix, maar concentreert zich vooral op de andere Super 2000 wagens. En daar heeft hij een kleine voorsprong van 6 seconden. Ook deze dame rijdt in de Super 2000-klasse. Melissa de Bakker met haar Peugeot 207. Voorlopig derde in de klasse en achtste algemeen. Maar het ligt heel dicht bij elkaar daar. Want deze man heeft zich genoeg weten tussen te wringen. Herben Kobus verrassend. Tweede tijd op de openingsproef. Maar dan ietsje later in de tweede proef ging hij even in de fout.
En nou ook nog een foutje op de derde proef, betekende dat Kobus voorlopig zesde ligt en tweede in zijn categorie. We zijn nu vier proeven ver, hoe gaat het? Ik denk dat we heel lekker gestart zijn. De eerste proef ging lekker. Proef 2, twee keer een remfoutje gemaakt. Jammer wat tijd verloren. Proef 3 denk ik weer wat teruggepakt. En 4 gewoon constant netjes gereden, denk ik. Moet wel een schepje bovenop. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Hij ziet het helemaal zitten, Herman Kobus. Dit is de tussenstand na 4 proeven. Loïcs dus voor Litaar, Cornelis, Bonjean en Vincent Verschuren. Tielt was ook een marge voor het Yokohama Belgian Historic Rally Championship. En dit was de grote favoriet, Robert Droogmans, winnaar in de Aspengouw. Vertrok heel sterk, snelste tijd op de eerste twee proeven. En toen kwam de derde proef voor Droogmans. 50. Rechts 75 en links in 45. Klein foutje met grote gevolgen. Ik ben van de weg geschoven. Ik heb me laten verrassen door grind op de weg. En ik ben er eigenlijk heel stom. Gelijk een onervaren piloot eruit gegaan. Ik ben er heel stom van afgeschoven. En dat had grote gevolgen inderdaad. Einde wedstrijd voor Droogmans. Dit is Chris de Biezer met een vergelijkbare escort. Weet zich in de top 3 te mengen bij de Historics. Net als deze Dirk De Veu met de Porsche. Het is niet altijd de beste wedstrijd voor De Veu, Tielt. Maar hier lijkt hij toch in goede doen. Al 5 keer winnaar bij de Historics in Tielt. DJ van Wijnsbergen. En jammer genoeg dat Droogmans is verdwenen, want dat had een mooi duel kunnen opleveren. De strijd in de standaardklasse dan. Met Chris Prins als leider, maar die moet even later opgeven. Op de tweede proef van de tweede boekel, een kilometer of zo na de start. Ineens van schakeling van 3 naar 4 en iets daarna niks meer. Ik had alle versnellingen nog, maar de auto ging niet meer vooruit. Dus ik denk ofwel de koppeling of misschien de tussenboot of iets met de transmissie alleszins. Hoe groot is de ontgoocheling? Ja, de ontgoocheling is wel groot, omdat we hadden het goede ritme gevonden en we stonden eigenlijk allemaal vrij kort bijeen achter Freddy. Dus je ziet, ik denk dat we iets van een 15, 20 seconden achter de derde plaats stonden. Dus het was een lange koers, alles was mogelijk en we wilden toch proberen onze kans te gaan. Dat betekent dat de strijd in de N4-klasse helemaal open is. Dit is Chris Kools met zijn Evo 10 Lancer, voorlopig op de derde plaats. Vlak achter deze man, Kurt Rigolle. Ze worden slechts door 12 seconden gescheiden. Halverwege de wedstrijd, dat wordt dus spannend. Maar de onbetwiste leider na het verdwijnen van Chris Prinsen, een wat grieperige Anthony Martin. Maar in de Super 2000 is het zo mogelijk nog spannender. Tuur van den Abele, die heeft wat moeite om zich in die strijd voorin te mengen. Die ligt vierde, Melissa de Bakre, die ligt nog steeds derde, maar nadert heel snel op de rijders voor haar. Goed, het is nog altijd een secondenspel. Het is natuurlijk wel jammer dat we de derde proef een klein foutje hebben gemaakt, dat we rond gegaan zijn, maar ik vind het heel leuk. Ze ligt halverwege de wedstrijd op slechts 16e van een seconde van deze man, Herman Kobus. Ze liggen 6 en 7 respectievelijk algemeen en dus 2 en 3 in de Super 2000 categorie. Rechts 83 snijden glad. 100 links 142 into links 132 en 100 links vol 200 rechts 132 kort offer into links. Herman Kobus indrukwekkend door de wires van Tielt. 15 seconden sneller dan het duo Kobus de Bakkere, Vincent Verschuren. Nog steeds derde algemeen. Heel sterk bezig samen met co-rijder Gert Broekaert. Thank you.
En dit is een Belgische première. Geen Super 2000 wagen dit, maar wel een echte WRC. Voor het eerst in België de Fiesta WRC in handen van Philippe Krakow. We zijn in begin de eerste vier speciaal zoals het echt zoeken en aftasten. Maar dan de tweede boekelen was nu echt super leuk en we zijn het super plezant. Het is nodig met ongelooflijk veel koppel en ongelooflijk veel power. En je kunt hem inderdaad in een hoge vitesse laten staan. En hij pardoneert echt heel veel. Dat is echt super, super, super leuk. De Krakow die vooral voor het plezier rijdt, dat had u gemerkt. David Bonjean halverwege de wedstrijd teruggezakt naar een vijfde plaats. Nu al meer dan 2 minuten achterstand op Freddy Loijks. Dat is een beetje ontgoochelend, moet ik zeggen. Bert Cornelis van 3 naar 4 gezakt. Opnieuw in een harde strijd om die podiumplaats. Kan hij het dit keer wel halen? Dat is nog afwachten. Spannend gevecht voor de tweede plaats. Hè? Ja, maar ja, Paul had een beetje pech in het begin. Die power shift werkte niet goed. En dan de tweede boekel is die gestadig. Het scheelt te veel voor hij het nog mee te kunnen. Maar met Vincent gaat het nog zeker een spannende strijd worden, denk ik. Dus jij bent nu voor de derde en de vierde plaats aan het vechten? Ja, we zitten het scheelt nu 16e van de seconde of wat op verschuren. Dus, maar ik verlies iedere keer een seconde, 2 seconden. Ik heb op Capelle een keer rondgegaan en dat was een beetje de domper erop. Op de limiet rijden dus tussen Verschuren en Cornelis. Voorlopig is het Vincent Verschuren die aan het langste eind trekt. Ligt dus derde algemeen, maar wel nu al 31 seconden achter deze man, Polle Litaar. Die zijn Subaru steeds meer onder controle krijgt. Maar toch deze man moet laten gaan. Wat is ook maar logisch. Deze Ford Focus is van een heel andere, modernere generatie. En dat geldt eigenlijk ook voor de rijder achter het stuur. Licht couperen opent. Om. Rechts 90. Diep couperen opent. Om. Links 53 min. Licht couperen bank. Links 53 min. Licht couperen bank. En. Rechts links. Om. Rechts 110 kort. Diep couperen. Ruime voorsprong voor Loijks dus. Maar hij wil niet op veilig spelen om de concentratie te kunnen behouden. Fred, jullie domineren het gebeuren hier. Hoe moeilijk is het dan om Freddy op het juiste ritme te houden? Ja, we proberen wel een beetje speed te houden, want anders is het moeilijk voor ons voor eigenlijk geconcentreerd te blijven. Maar Freddy is eigenlijk niet gewoon om eigenlijk gewoon te cruisen en op het gemak te rijden. Dus hij heeft dat nog nooit gedaan. Dus eigenlijk proberen we een beetje toch de speed te houden om voor ons eigen een beetje ritme te houden en de boel onder controle te hebben. En dit is dus de tussenstand halverwege de wedstrijd. 1,5 minuut voorsprong voor Loijks op Litaar. Dan volgen Verschuren, Cornelis en David Bonjean. Dat was het voor het eerste deel vanuit Tielt. We zien u graag terug na de pauze. Welkom terug in Tielt voor de 40ste editie van de TAC Rally, de tweede marge van het BFO Belgian Rally Championship. We zitten in de tweede helft van de wedstrijd. Er zijn nog 8 klassementsproeven te gaan. Tim van Parijs is ondertussen de top 10 binnengereden met zijn Porsche. Van Parijs die zorgt er wel voor dat de toeschouwers waar voor hun geld krijgen, blijft voor het spektakel zorgen met zijn Porsche. Niet evident om die GT-wagen zo over die smalle wegen te sturen. Tim, na 3 omlopen, jullie staan nog steeds aan de leiding in de GT-klasse? Wij staan nog steeds aan de leiding in de GT-klasse, ja. Inderdaad, het gaat vrij goed. We hebben geluk dat het droog is. Maar zelfs in Tielt, als het droog is, is het nog altijd slieren van de ene bocht naar de andere bocht. Maar het gaat vrij goed voor moment. Wanneer we de beelden bekijken, gaat het ons soms echt heel snel, hè? Het gaat hier en daar heel snel. Ik moet zeggen, als we zo beginnen met de 4e, 5e, 6e versnelling, dan beginnen de waaiers, begint echt wel heel rap te gaan. We hebben een stuk, ik denk de tweede KP, dat we tegen de begrenzer zitten, dus dat we 211 doen. En ik moet zeggen, het is rap genoeg. Inderdaad, snel genoeg voor Tim van Parijs. Dit is Andy Lefevre. In 2005 was hij hier winnaar. Nu ligt hij 8e met zijn R4-versie van de Lancer Evo 10. David Bonjean, het gaat van kwaad naar erger, zakt naar plaats 7 in de derde lus. Voor een WRC-wagen niet echt goed dus. Anthony Martin, nog steeds leider bij de standaardklasse. Ligt nu 6e algemeen.
En dan terug naar de strijd in de Super 2000 categorie. Herman Kobus is daar nu gezakt naar de derde plaats. Wat tijd laten vallen. En ook Vincent Verschuren heeft een plaatsje verloren. Ligt nu tweede met zijn VW Polo. Op 4 seconden van de leider. En dit is die nieuwe leider. Een sterke comeback voor Melissa de Bakkere. Lange tijd 8e algemeen gelegen. En nu ligt ze 3e algemeen. En leidt ze de Super 2000 categorie. Schitterend voor Melissa de Bakkere en co-rijdster Cindy Kokelare. Polo Litaar nog steeds op de tweede plaats. Verliest beetje bij beetje meer terrein op Loix, die dus niet inhoudt. Loix die blijft aanvallen en dat betekent dat hij nu met nog 4 proeven te gaan 2 minuten en 36 seconden voorsprong heeft. Dat is ruim genoeg om zelfs eventueel een lekke band te vervangen, om maar iets te zeggen. Terug naar de Historics dan. En hier Christophe Kerkhoven met zijn uitstekend gedecoreerde Porsche 911. Vlak voor hem finishte Kevin de Stoop in de beste van de Opels, de Cucumobiel. .be Ascona. Dit is Geert van Toorne. De connection Ford Escort, immer spectaculair. Kerk onderweg van Toorne. Hier en daar wat tijd laten liggen misschien. Dat betekent dat hij vlak achter Chris de Biezer is gefinished. Slechts 36 seconden scheiden de Biezer en Van Doorne. En de Biezer derde in het historiek gebeuren. Stevige uitslag. Degelijk resultaat op de tweede plaats. Dirk de Veu. Co-rijder Luc Hendricks was al een tijdje op zoek naar een goed resultaat in Tielt de Veu. En heeft dat nu ook gevonden. In tweede plaats is een uitstekend resultaat. En DJ van Wijnsbergen voor de 6e keer al winnaar bij de Historics in Tielt. Voelt zich hier dus echt thuis, maar het is uitkijken naar een echte confrontatie met Robert Droogmans. Die zal er allicht in Ieper komen. Het Belgisch junior kampioenschap dan. Tom van Rompuy, mooi op de derde plaats. De hele dag lang harde strijd geleverd met zijn Ford Fiesta. Schoot uiteindelijk 2 seconden tekort om deze man te kloppen. Guillaume de Ridder pas aan zijn 3e rally uit zijn carrière toe. En toch al mooi 2e geworden hier bij de juniors. Junior categorie die aanvankelijk werd geleid door Polle Geusens, de winnaar van de Haspengouw Rally. Maar die ging eraf en dat betekent dat deze man met de eer ging lopen. Guylain de Mevius, zoon van voormalig Groep N wereldkampioen Grégoire de Mevius. En de Mevius wordt ook de nieuwe leider in de tussenstand. Top 10 dan. Met Claude de Bal in zijn R4 Evo 10 Lancer. De 10e plaats, Tim van Parijs, hield die 9e plaats en de 1e plaats in de GT-categorie makkelijk vast. Mooi resultaat voor Van Parijs. Andy Lefevre, beste bij de R4's, maar ruim achter de winnaar in de M4-categorie. Daartussen zat nog deze man, David Bonjean, met zijn Skoda Fabia WRC. Finishte uiteindelijk op 5,5 minuut van de latere winnaar. En dat is toch een beetje veel. En ook het feit dat hij met zijn WRC achter een Groep N-wagen moest finishen, is niet echt iets om over naar huis te schrijven voor Bonjean. Die Groep N-wagen die werd bestuurd door deze man, Anthony Martin. Na het verdwijnen van Chris Prinsen uit de wedstrijd ondervond hij nog weinig moeilijkheden om die leidersplaats in handen te houden. De strijd in de Super 2000 dan werd tot in de allerlaatste meters uitgevochten. En deze man die trok aan het kortste eind. Vincent Verschuren, lange tijd op kop van die Super 2000 categorie, finishte uiteindelijk pas 3e en 5e algemeen.
Verschuren die kwam slechts een halve seconde. 15e van een seconde tekort om deze man te kloppen. Herman Kobus, heel sterk gestart, dan wat foutjes gemaakt, maar toch nog wat terrein goed gemaakt in de slotfase. En links 93 aan Heg. 100. Rechts 132 laat. Rechts 132 laat. En links 102 na paal. Beetje snij. En rechts 103 rond. Beetje snij. 100. Rechts 63 breed. Rechts 63 breed. Maar deze jonge dame die was de twee kerels te snel af. Melissa de Bakker wint de Super 2000 categorie na een perfecte wedstrijd. En ook mooi derde algemeen. Op slechts 41 seconden van deze man. Polo Litaar, Mr. Tielt, zeg maar. Al 8 keer gewonnen hier. Maar deze keer was het eigenlijk een onmogelijke opgave. Een onmogelijke opgave, want deze man stond aan de start. Freddy Loijks met de Ford Focus WRC. 16 proeven, 16 snelste tijden voor Freddy Loijks. Hij heeft niets laten liggen daar in Tielt. Wist de concentratie tot het eind te behouden. Links 43, 75. Links af van asfalt. 150. T, links 43, diep proberen over borduur. 100. Links afon. En links afon. En wordt 75. Links 40. Zeer laat in. Rechts 50 laten couperen. 150. Rechts. Tweede manche van het BFO Belgian Rally Championship. En tweede overwinning voor Loijks. Het kan moeilijk beter, dat zal u toegeven. Loijks dus voor Litaar. En dan de Bakker, Kobus en Verschuren. Die onder elkaar ook de Super 2000 verdeelde. En Freddy Loijks, die wordt als de grote winnaar onthaald. Terug in het servicepark in Tielt en zal door de sponsor, zoals steeds, met de champagne worden besprenkeld. Dat dacht ik wel. Mooie overwinning opnieuw voor Freddy Loijks. Perfect, alles liep naar wens. De auto was zeer goed. De eerste proeven hebben we een klein beetje de kat uit de boom gekeken. Maar het was toch al duidelijk dat we een goed ritme reden. Dan hebben we een proef wat we vaak echt hard gereden om proberen 2 minuten voorsprong te hebben. Moest er iets gebeuren, lekker band of zo à la Haspengouw. En dan nadien hebben we eigenlijk gewoon gecontroleerd. Ja, controleren. Fred Miklot, die co-rijder, die zei van hij mag niet controleren, want hij is dat niet gewoon. En als hij dat soort dingen begint te doen, dan gaat hij in de fout. Nee, het is wel een feit. Ik heb gezien dat als ik niet snel genoeg rijd, dat ik niet 100% geconcentreerd ben. En eigenlijk past de puzzel gewoon veel beter in elkaar als ik kan attackeren. En daarom hebben we zo in het midden van de wedstrijd stijf doorgereden. Stijf doorgereden en dat resulteerde uiteindelijk in een verschil van bijna 4 minuten. En in 2 grote blinkende bekers voor Freddy Loijks en Fred Miklot. De stand in het kampioenschap dan. Freddy Loijks heeft nu 40 punten, het maximum. Melissa de Bakker staat nu tweede met 26 voor Verschuren en Anthony Martin. En dan was er ook nog de BFO Award, zoals na iedere manche. En die gaat naar Guillaume de Ridder, tweede bij de juniors. Ton troisième rally et déjà deuxième en championnat junior ici au TAC Rally. Félicitations. Merci, merci. C'est pour nous une très grosse. Ja, het is ook voor ons een beetje onverwacht, want het is pas, zoals u zei, pas onze derde rally. En we hadden echt niet verwacht om dit resultaat te kunnen neerzetten. Le parcours du TAC Rally, dit is nogthans een parcours dat jullie onbekend is, want niet helemaal hetzelfde is als in Wallonië. Ja, dat klopt. Dit is heel, niveau, heel nieuw voor ons. Voor mij dan toch, niet voor mijn co-rijder Guy Burnia. Maar het parcours in Tielt met het wisselende gripniveau van het asfalt, de kiezel en zo, die waaiers. Dat is een heel verschillend met wat ik gewoon ben met de paar rallies die ik al gereden heb. Het was dus de bedoeling om op de baan te blijven en tot het eind te geraken.
En daar is Guillaume de Ridder ook in geslaagd. Dat was het vanuit Tielt. We hebben ervan genoten. We hopen van u hetzelfde. Graag tot de volgende keer.